Hallo allemaal, welkom bij de Spellenreporter. Mijn naam is David en in dit filmpje ga ik jullie een uitbreiding laten zien voor een klassieker, maar wat ik nog steeds een erg leuk spel vind, namelijk Tobago. En daar is ook een leuke uitbreiding verkrijgbaar voor, namelijk Volcano. Oftewel, er komt een vulkaan op het eiland te staan en dus komt er ook lava op het eiland. En dat kan je naar je eigen voordeel proberen in te zetten. Dus laten we snel gaan kijken hoe dat gaat. Ik ga voor deze uitleg even vanuit dat je Tobago al kent. En eigenlijk zit er niet heel veel in de doos. Deze vulkaan die zet je in het midden van het bord. En die is van hetzelfde mooie stevige materiaal gemaakt als de standbeelden. Maakt niet helemaal uit waar je hem neerzet, gewoon in het midden. Sterker nog, je mag geen late potjes altijd verkiezen om hem gewoon random ergens neer te zetten. We hebben een hele stapel lavategels. We hebben 4 speciale hinttegels die werken met de vulkaan of de lavategels. En we hebben deze 4 tegels. En dat is het, dus de spelregels natuurlijk. En de setup is dus eigenlijk ook gewoon zoals je normaal doet, behalve dat je dan die vulkaan nog ergens neer moet gooien. En aan het begin van het spel, en dat mag je even random doen op de een of andere manier, krijgt of kiest elke speler 1 tegel. Die tegel ga je toevoegen aan het eiland. 1 van de 2 normale ondergronden moeten matchen met 1 van de andere ondergronden. Je moet deze aan de kust plaatsen. Het lava gedeelte doe je dan ook, zorg je ervoor dat dat nog op het eiland is. En het derde deel, dat steekt dan uit in de oceaan. Dus in dit geval zou ik deze tegel bijvoorbeeld, deze moet matchen. De lava leg je dan over een ander gedeelte van het eiland. En het derde deel steekt uit. Dat is de regel hoe je neerlegt. Je maakt het eiland dus een klein tikje groter. En je zet je auto op het vakje wat in het water ligt. Dus op het nieuwe stukje land. En als voorbeeld doet de andere speler dat, bijvoorbeeld de gele speler doet het dan hier. Zand op zand, het lava op een ander landgedeelte en het bos steekt dan in het water in de oceaan. En geel zet dan hier zijn ranger op. En deze 4 aanwijzingtegels, die leg je naast de 4 schatten die je aan het bouwen bent. En dan zijn we klaar om te gaan beginnen en gaan we gewoon Tobago spelen. Je kan niet gewoon over lava heen rijden. Wil je dat wel doen, dan kost je dat een amulet. En je mag niet op de lava eindigen. Dus je moet zorgen dat je in jouw verplaatsing aan het einde van de verplaatsing niet meer in de lava staat. Je kan daar dus alleen doorheen met een amulet. Alvast even een voorbeeld. Stel dat ik straks ingebouwd ben door de lava en het ligt zo. En ik heb nog een amulet. Kan ik hier toch wegrijden? Want ik betaal een amulet. Dan moet ik 1 etappe eens oversteken. Voor de 2e etappe ga ik door een gebied heen. En voor de 3e etappe ga ik er dan uit. Dan ben ik dus uit de lava. Het heeft me alleen een amulet gekost. Mocht je nou geen amulet hebben en toch weg willen rijden, dan kan het ook. Maar dan moet je je hoogste schatkaart inleveren. Maar als het even kan, wil je dus voorkomen dat je door de lava heen moet. Nou, we gaan gewoon normaal Tobago spelen. Alleen normaal gesproken mag je geen kaartje neerleggen die ervoor zorgt dat het niet klopt met wat er al ligt. In dit geval mag dat wel. Bijvoorbeeld dit kaartje zegt de schat ligt niet naast een hut. Maar nu mag ik wel spelen, de kaart ligt wel naast een hut. En dan mag je een van deze 4 tegels pakken en die gebruik je dan bij die schat. Als je deze tegel neerlegt, dan ligt de schat naast de vulkaan, dus om de vulkaan heen. Leg je deze neer, dan ligt de schat niet naast de vulkaan. Leg je deze neer, dan ligt de schat naast een vulkaantegel. Leg je deze neer, ligt de schat niet naast een vulkaantegel. Dus zo kan je nu ook gebruik maken van de lava en de vulkaan zelf om te bepalen waar een schat komt te liggen. En leg dan natuurlijk ook je tokentje op die tegel. Mogen meerdere tegels bij deze schat en is de schat opgegraven, dan gaat deze tegel weer terug. En kan die dus weer gebruikt worden voor een andere of de nieuwe schat. Dus zo komen deze tegels in het spel door een kaartje aan te leggen die eigenlijk niet mag, omdat die het gebied van de schat niet verkleint. Maar dan mag je dan deze ervoor overheen leggen. Dan blijft er natuurlijk nog één grote vraag over. Hoe komen die lava tegels in het spel? Die krijg je als je een amulet opgraaft. Dus stel we hebben een schat opgegraven. Betekent dat er een amulet op de stranden aanspoelt. Bijvoorbeeld hier. Nou, heb ik even mazzel. Deze spoelt hier aan. De beelden kijken over de lava heen. Dus mocht de lava de boel onderbreken, gaat hij alsnog daar overheen door naar de rand, naar het strand. Mocht hier ook lava liggen, dan komt de amulet hier te liggen. Op de lava tegel zelf komen nooit dingen te liggen. Nou, ik ben aan de beurt. Ik pak een amulet op.
En dat betekent dat ik een lavategel mag pakken en die mag plaatsen op het eiland. Uiteraard zijn er een paar regeltjes. Hoofdregel is, de lavategel moet altijd naast een ander vakje met lava komen te liggen of aangrenzend aan de vulkaan. Daarnaast mag je hem niet leggen op een vakje waar een jeep op staat, een vakje waar zo'n beeld op staat of een vakje waar een amulet op staat. Je mag ze wel leggen op een vakje waar bijvoorbeeld een boom op staat. Nou ja, die boom verbrandt dan, wordt opgeslokt door de lava en is out of the game. En hetzelfde geldt voor zo'n hutje, die is ook niet vuurbestendig. Dus mocht hier een hutje staan, mag je gerust hier de lavategel neerleggen en wordt het hutje verbrand. En zo'n lavavakje zal trouwens nooit de locatie van een schat zijn, maar je kan er ook schatten mee verslinden. En dus kan je die tactisch in gaan zetten. Even een heel straightforward voorbeeldje. Stel, er zijn nog 2 schatten over. Dan mag je ook zeggen, ongeacht hoe de kaarten van de schataanwijzingen liggen, deze lava gaat nu dit schatdeel bedekken. Die is gewoon weg, klaar. En dus is alleen dit nog maar bijvoorbeeld de schatlocatie. En dan ligt die mooi bij je eigen autootje in de buurt. En een andere tactische manier om dat lava neer te leggen heb ik nu dus gelijk gedaan. Ik heb nu de gele auto ingesloten met lava. Dus om nu nog te kunnen rijden, zal de gele speler of een amulet moeten inleveren. Of als die niet heeft, zijn hoogste schatkaart. En daar kan je elkaar dus een beetje mee dwars zitten. Of hem dus in je eigen voordeel gebruiken door schatblokjes af te dekken. En in principe is dat dus hoe de lava werkt en deze vulkaanuitbreiding. Maar let er tijdens het spel ook goed op dat die lava er ook bijvoorbeeld voor kan zorgen dat in plaats van dat dit nu het grootste grasgebied is, stel dat daar inmiddels nog een paar lavategels bij komen, dat dan ineens dit het grootste grasgebied is. En dus moet je ook constant even opletten als er een lavategel neer wordt gelegd, heeft dat nog invloed op bepaalde schatten die dan ineens misschien ergens anders komen te liggen. Het zou theoretisch hier ook nog zo kunnen zijn dat je bijvoorbeeld alle bosgebieden helemaal hebt afgedekt met lava. In dat geval moet je even uit de schattenaanwijzingkaarten alle kaarten gaan verwijderen die zeggen dat de schat in het bos ligt, want daar heb je dan niks meer aan. En de kaarten die bij die schat liggen, die gaan dan terug en de eigenaar krijgt dan ook zijn windroosjes terug. En dan zul je op een andere manier de schat moeten gaan bepalen. En dat is de Vulcano-uitbreiding voor Tobago. Die er dus voor zorgt dat er lavategels op het eiland komen. Daar kan je tegen kosten van een amulet mag je daar doorheen rijden. Of je hoogste kaart als je geen amulet hebt. En je kan die tegels dus tactisch gaan plaatsen om jezelf te helpen. Of om een van je tegenstanders een beetje dwars te zitten. Mocht je nog vragen hebben over deze uitbreiding of over Tobago in het algemeen. Stel die dan gerust in de comments hieronder. Of stuur even een mailtje naar despellereporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken. En graag tot een volgende keer.